Oké, voor de tip van vandaag gaan we weer aan de slag met het rechtvaardigheidsgevoel. Veel van onze klanten botsen nogal een keer, geraken nogal een keer in conflict over bepaalde situaties waar dat dan de andere reageert van wat heb jij mee te moeien, dat zijn toch hele Q-zaken, niet? Dus je gaat eigenlijk, je gaat opjagen, concreet voorbeeld, in onze tijden van corona, mondmaskers, we hebben de neiging om nogal een keer mensen te gaan aanspreken die de regels niet volgen. Het bijvoorbeeld onbegrijpbare situatie dat, omdat het mondmasker noemt, dat dat dus niet over de neus moet, is heel vreselijk irritant, of te koor dat ze niks dragen. Je hebt zo, door, je moet er eigenlijk vandaag een keer op letten, door de dag, als je dan kijkt naar, je weet, de cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Als je kijkt in de cirkel van betrokkenheid, wat je allemaal opjaagt door de dag, dan ga je daarvan verschieten hoeveel dat eigenlijk is. Ik zou zeggen, vandaag trek een keer streepjes elke keer. Schrijf een keer op wat dat een juiste situatie was waarin je aan het opjagen werd. Dus die cirkel van betrokkenheid, al die kleine dingen cumuleren natuurlijk door de dag, waardoor dat jij op het einde van de dag vooral heel gefrustreerd en kwaad kunt zijn op sommige dagen. Terwijl dat eigenlijk veel van die energie, verloren energie gaat zijn. Cirkel van betrokkenheid, hè. Dingen liggen buiten nu, je jaagt er daarin op, maar je hebt er eigenlijk weinig vat op. Zet je dan ook nog een keer stappen om daar dingen aan te gaan wijzigen, dan gaat de frustratie meestal alleen nog gaan vergroten. Tip van vandaag, hoe dat je dat anders kan aanpakken, is op zich, klinkt eenvoudig, maar is eigenlijk niet eenvoudig, maar ik zeg het op elke themaavond, choose your battles. Niet elke onrechtvaardigheid hoeft jouw onrechtvaardigheid te zijn. Dus weeg elke keer opnieuw goed af, oké, wat is de situatie? Wat betekent dat voor mij? In welke mate worden bijvoorbeeld uw waarden of uw normen geschaad? Bijvoorbeeld als je ziet dat er een diefstal gebeurt, dat gaat zo in op je authentieke rechtvaardigheidsgevoel, dat je op zijn minst moet kijken, hoe kan ik hier op een veilige manier voor mezelf en die partij toch zorgen dat die situatie vermeden wordt. A la limite trekt een foto van diegene die het aan het doen is, zodanig dat een bewijs is achteraf. Alleen, naar lang waar dat je bent, zoek een veiligheidsagent. Allee, zorgt natuurlijk ook dat het voor jezelf veilig is. Dus bijvoorbeeld waarden en normen. Je hebt een aantal waarden. Veel mensen weten trouwens die waarden niet. Onder andere in zowel individuele trajecten als in groepstrajecten is dat bijvoorbeeld ook een van de oefeningen die we vrij vroeg gaan doen, is uw waarden ontdekken. Want dat is echt de fundering. Dat zijn ook de dingen die u het meest frustratie gaan opleveren, die ook het hardst in gaan bonken op je rechtvaardigheidsgevoel. Het tweede ding dat je kan doen om af te wegen van, is dat nu mijn oorlog of is dat eigenlijk een oorlog van een ander, is van, hoe beter jij weet waar je op lange termijn naartoe wil gaan, wat je lange termijn doelen is, hoe meer van die kleine frustraties die links en rechts langs de kant zijn, dat je die gaan kunnen negeren. Omdat die niet bijdragen tot je doel. Wat je daarbij ook moet denken is, die tip die ik hier vertel aan u vandaag, is dezelfde tip die die andere personen kunnen gebruiken. Cirkel invloed, cirkel van betrokkenheid, is een heel belangrijk denkproces. Hoe meer dat je beseft dat je altijd kan kiezen hoe dat je op een situatie gaat reageren. Je kan niet altijd kiezen wat er u overkomt, maar je kan altijd kiezen hoe jij gaat reageren in die situatie. Door na te denken waar dat jij op lange termijn wil zijn, gaat er echt voor zorgen dat je verschillende oorlogen die je nu wel zou voeren, niet gaat voeren. Dat is een hele hoop energie uitgespaard voor de oorlogen die je wel wil voeren. De oorlogen die belangrijk zijn, de oorlogen die jouw gezin raken, die jou in x aantal rollen raken, de oorlogen, vooral de duidelijkheid in positieve zin van het woord, je moet niemand afschieten, maar je moet kijken van waar wil ik voor gaan en welke stappen wil ik dan zetten om tot een oplossing te komen. Ik pak bijvoorbeeld de vorige tip die we gegeven hebben. Hè. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Stap 1, is het mijn oorlog? Ja. Stap 2, oké, hoe kan ik dit op een constructieve manier gaan oplossen, eerder dan de volle aanval weer te doen? Dus, als je die twee tips gaat combineren, dus eerst begrijpen, dan begrepen worden, dat wil zeggen, oké, ik snap waar hij naartoe wilt, en dit is mijn standpunt, en hoe kunnen we hier samen naar iets beter geraken? Als je dat combineert met ook uw oorlogen te kiezen zijnde, al uw energie te focussen op wat voor jou belangrijk is, dan ga je echt dat rechtvaardigheidsgevoel op een veel positiever, constructievere manier beginnen gebruiken.
En dan moet ik toegeven, dan is dat eigenlijk wel een zegen om te hebben, omdat je op dat moment heel authentiek stappen vooruit kunt beginnen zetten. Ik zou zeggen, veel succes met de tip van vandaag. Altijd geïnteresseerd in feedback natuurlijk. En ik zie jou dan terug op een andere blog of op de volgende tip, want we hebben er wel een reeksje te gaan. Doei, veel succes.